De bond personeel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij NV, BPSLM, heeft vanmorgen wederom aan de bel getrokken over de situatie van de nationale carrier. Het bestuur van de bond ziet graag dat niet meer gesproken wordt over de situatie van het bedrijf, maar dat er gelijk tot oplossinggerichtheid wordt overgegaan. Marcia Klumper, voorzitter van het bestuur, legde uit dat het personeel niet marktconform wordt uitbetaald en dat personeelsleden die met pensioen zullen gaan in problemen zullen geraken. In die tussentijd moet het personeel wel voort. Het personeel moet wel werken. Het personeel moet wel elke dag opkomen en zijn schouders onder het werk zetten. Maar je begrijpt, daartegenover staat dus wel dat we conform betaald wensen te worden. Er zijn een aantal redenen aangegeven waarom men nog niet kan overgaan tot het conform uitbetalen. En een van de redenen is dat ze dus weliswaar 3 vliegtuigen nu in eigen bedrijf hebben, in eigen beheer om het zo te zeggen. Er nieuwe routes bij zijn gekomen, maar dat die nog ontwikkeld moeten worden. Dus wat binnenkomt is nog niet voldoende om het personeel conform uit te betalen. U weet dat er de afgelopen periode veel mensen binnen het bedrijf zijn vertrokken. Dus je begrijpt, de mensen die er zijn, die gaan extra hard. En wij stellen ons op het standpunt dat de mensen het verdienen, dat ze op dit moment conform worden uitbetaald. Naar zeggen van Klumper is het nog niet duidelijk wat er met de pensioenen zal gebeuren. Er wordt wel pensioenpremie van het personeel ingehouden, maar die wordt niet overgedragen aan het pensioenfonds. Er zijn gesprekken geweest met het pensioenfonds en de directie en de RVC als ik het goed heb. Maar dat is ons probleem. We willen niet blijven praten. We willen een oplossing. Er zullen besluiten genomen moeten worden. Als we in staat zijn om in 1 jaar tijd, 1,5 jaar tijd, 3 vliegtuigen binnen te halen, te infaseren, waarom kunnen we geen besluit nemen over hoe verder met de pensioenen? Daar gaat het bij ons om. Er wordt gesproken, maar je kan niet eindeloos blijven praten. We vinden dat er een besluit moet komen over wat we doen met het pensioenfonds, om de pensioenen van die medewerkers, maar ook van de reeds gepensioneerden, veilig te stellen. Om een definitief standpunt te nemen, zal het bestuur een algemene ledenvergadering uitschrijven om vanuit de ALV te besluiten hoe verder met deze problemen. Kaarten Klumper nog.